Sorry, iets later dan verwacht, maar hier alsnog de goede vraag van vorige week dus. Ja, het is ons Q&A-format. Jij zet onze vraag, de redactie beantwoordt die vervolgens. En we hadden wat uitstel door Hannes met de camera waar ik nu tegen sta te praten. Dus hé, dat kan gebeuren, maar goed, hier alsnog die goede vraag. En de vraag van deze, slash vorige week, kwam van, ja, een van mijn favoriete members op Gamersnet. Het is, ik zie het niet meer zitten, aka, ik speel nooit Pokémon, aka, pray for Harambe, aka, Wouter. En Wouter die vroeg zich namelijk af, welke game heeft volgens jou de beste soundtrack? Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat elke soundtrack vetter wordt als je de strijkinstrumenten aan toevoegt. En dat is ook waarom ik eigenlijk maar één game bovenaan mijn lijstje kan zetten, namelijk Uncharted Drake's Fortune. Het was de eerste game eigenlijk die ik speelde op de PlayStation 3 en het was ook eigenlijk de game die mij een gamer maakte. Dat was sowieso natuurlijk in grafische opzicht, dacht ik, wow, dit is next gen. Wat ik daarvoor gewend was op mijn crappy pc'tje, was een wereld van verschil met dit. Maar het menu al, zodra je die game opstart en je hoort die orchestrale soundtrack door je box heen gaan, het een kippenvel momentje. En nog steeds nu ook als ik terugga, het herinnert me eigenlijk waarom ik een gamer ben geworden. En het is niet alleen de intro team, want die is natuurlijk het bekendst, die kennen we allemaal. Maar het zijn ook de momentjes in het spel. Als je op een actiemoment zit en dan komt er van die opzwepende muziek uit de boxen. Of het emotionele moment aan het einde. Spoiler, dat je met Elena wegvaart. Het zijn van die emotionele momenten waarbij de muziek de game niet zozeer maakt, maar waarbij de muziek de game verrijkt. En dat is waarom voor mij Uncharted 1 makkelijk bovenaan mijn lijstje staat met favoriete soundtracks ooit. What the fuck? Vaart Elena aan het eind van Uncharted weg? Dude! Kappen! Dat kan je echt niet maken, Leon. Weet je nog dat je vroeger naar de film ging voor de, I don't know, immersieve ervaring van muziek en van acteurs en dat alles goed samenkwam en een goede regie. En dat ontbrak eigenlijk nog bij games. Weet je wel, vroeger in de 8-bit en 16-bit tijdperk had je alleen maar piepjes. Maar toen kwamen opeens de games omhoog die ook echt gewoon orchestrale muziek gebruikten. En ik snap wel dat Leon Uncharted noemde, maar er is natuurlijk eigenlijk maar één game die gewoon de magische muziek introduceerde in de wereld van de games. Dat was de allereerste Halo game. Wat was dat een soundtrack? Als je alleen al het is het niet alleen, natuurlijk, violen, allemaal supervet, trompetten, awesome, maar dat koor in het begin al. Laten we er even naar luisteren. Het is alsof de Messias zelf terug op aarde is gekeerd. En het is super vet. Dus sinds die tijd weet ik gewoon dat muziek ook gewoon heel belangrijk is in games. En Halo was voor mij daarvan de start. Ja, Wouter, hele goede vraag. Hij zat er een klein beetje aan te komen, maar hij is desalniettemin gewoon heel leuk. Ik zit een beetje te twijfelen, want als je de jongens zo hoort over symfonische tonen en zo, dan denk ik van ja, daar ga ik wel een beetje in mee. En bijvoorbeeld een game die echt heel goed samenspeelde met de sfeer en de muziek, vond ik persoonlijk Ori and the Blind Forest. Een wat recentere, semi-quasi-indie titel, I guess. Maar ja, die game had echt iets met het combineren van de sfeer en de hele aura van alles. En het was super trippy en psychedelisch. En dat was echt super mooi natuurlijk. Maar goed, als het echt aankomt op gewoon de beste soundtrack, ook met originele muziek, moet ik toch wel gaan voor GTA V. Grand Theft Auto V had het complete pakket eigenlijk. Je had zoveel verschillende situaties in die game en zoveel verschillende gevoelens. En elke situatie, je kon zoveel dingen doen in die game, maar elke situatie had een nummer wat erbij paste. Weet je, je hebt een heist voltooid. Je gaat lekker met je vrienden in een helikopter vliegen en je knalt gewoon keihard Wham aan of zo. Of de Beastie Boys, I don't know. Je hebt zelfs, en dit is het leuke aan GTA V, mocht je het niet weten. De soundtrack is deels gebouwd uit al bestaande nummers. Maar er zijn ook heel veel artiesten die speciaal voor GTA V een nieuw nummer hebben gemaakt. Om speciaal ook in GTA V ingezet te worden en niet op een album te verschijnen. En dat hebben echt artiesten gedaan als Tyler the Creator, Flying Lotus, Yesayer, Waves, BJ the Chicago Kid. Allerlei fantastische artiesten die daar gewoon samen in een studio duiken om nieuwe muziek op te nemen speciaal voor een game. En dat is gewoon super awesome en dat zie je ook niet vaak. Zoveel verschillende artiesten op zo'n enorm diverse, fantastische soundtrack. En daarom ben ik ook wel een beetje blij dat ik, ik ben eigenlijk heel erg blij, dat ik de GTA V soundtrack op vinyl heb. Weet je, die super limited edition met die kekke kleurtjes. Dit is echt
staat allemaal exclusieve muziek op en zo. Ik draai dat nog vaak. Ik bedoel, GTA 5 heeft gewoon een fantastische, fantastische soundtrack die bij elke situatie past in die ongekend uitgebreide sandbox game. Dikke props voor Rockstar, echt serieus. En dat zijn dus de games die wij de beste soundtrack vonden hebben. Het is helaas een wat kortere goede frag geworden, maar dat maakt niet uit, want we maken het helemaal goed voor volgende week. Want we zijn al bezig met de opnames van volgende week en ja, het wordt een extra lange aflevering. Hey, het is hier ook komkommertijd geweest, kun je ons niet kwalijk nemen. Wij proberen gewoon video's te maken en bij deze nog meer video's, nog meer goede frag. Dus tot volgende week en vergeet vooral niet, we zoeken altijd nieuwe goede vragen. Dus je mag sowieso je antwoord op deze vraag laten weten. Welke game vond jij de beste soundtrack hebben? En natuurlijk vragen voor volgende weken. Iets leuks, iets over games, iets persoonlijks. Het maakt allemaal niet uit. Drop het allemaal hieronder. En dan zien we jullie graag weer terug. Ergens een keer op gamerset.nl. Of gewoon volgende week bij een nieuwe goeie frag. Yeah.